Hallo, ik ben hier bij Parkaatsheuvel. Ga je mee een kijkje nemen op de bouwplaats? Op steenworp op afstand van de Efteling verrijst hier een park met 104 vakantiewoningen. De bouw van het park is gestart in het najaar van 2018. De oplevering van de eerste fase en tevens de start van de verhuur zal plaatsvinden in de tweede helft van 2019. De woningen hebben een landelijke uitstraling. Kijk bijvoorbeeld naar de rollagen in het metselwerk, de keramische dakpannen, de houten gevelbekleding die er straks bij de woningen tegenaan komt en de luikjes die straks langs de ramen komen. Ze variëren in grootte van 4 tot 12 personen. De kavels variëren van 240 tot 485 vierkante meter. We zitten nu in april en zoals je ziet zitten we goed op schema. Kijk, dit is wat ik bedoel. De houten beplating waar ik het daar straks over had, worden ook wel potdekselplanken genoemd. En hierdoor krijgt de woning ook een echte authentieke uitstraling. Zo, mooie kolommen. Kan ik thuis al een paar gebruiken? Van fase 1 is inmiddels 83% verkocht en onlangs zijn we ook gestart met de verkoop en de bouwvoorbereidingen van fase 2. Maar waarom zou je nou beleggen in een woning in Parkaatsheuvel? Vastgoed is altijd een belangrijk onderdeel van een beleggingsportefeuille. De risico's zijn over het algemeen kleiner dan bij aandelen of bedrijfsobligaties. En als je in een vakantiewoning belegt, profiteer je niet alleen van die voordelen, maar ook van het feit dat je er zelf van kunt genieten. Van de VEM Bouw en Ontwikkeling en Landel stellen niet alleen eisen aan de kwaliteit van de woningen en hun inrichting, maar ook aan de inrichting van het park en de exploitatie van het park. En ruimte om te spelen is er volop, zowel binnen als buiten. Ik ben hier nu bij de centrumvoorziening, waar het zwembad komt, een speelgelegenheid en een parkshop voor de dagelijkse boodschappen. Langs de karakteristieke historische bomenrij met oude eiken is het prettig wandelen. En aan de zuidelijke rand grenst het park Kaatsheuvel volledig aan de Loonse en Drunense duinen. Via het voetpad loop je zo het Mullenzand in. Je zit tevens in de buurt van hartstikke mooie musea, bijvoorbeeld het Textielmuseum en de Pont in Tilburg. En het is uitstekend gelegen ten opzichte van Breda, Tilburg en Den Bosch. Nou, tot zover een indruk van de bouwwerkzaamheden van park Kaatsheuvel. Over een paar weken een nieuwe update.